Beste Max, zo, dat begint erop te lijken, of niet? He, eindelijk de spanning waar we als liefhebbers naar op zoek zijn. Eindelijk was je weer de Max waar de toppers zenuwachtig van worden. En Vettel, bang. Dat pestkoppie, dat ettertje, hijgend in de nek en niet van zich af te schudden. Jij zorgde ervoor dat het jaarlijkse bustoertje in Monaco spannend werd. He, en dat is heel knap, want normaal gesproken is een stille tocht spannender. Dan die 5 seconden penalty voor die unsafe release. Wat mij en vele mensen met mij opvalt, is dat een straf aan jou binnen no time is toegekend. Je bent een beetje de Siske de Rat van de Formule 1. Hè? Jij zal het wel gedaan hebben. Maar waarom kreeg Bottas zelf geen tijdstraf voor het onnodig afstand creëren achter de safety car ten opzichte van Hamilton? De FIA meet overduidelijk met 2 maten. Sergei Sirotkin flikte vorig jaar exact hetzelfde als Bottas en kreeg 5 seconden aan de broek. Waarom die voortrekkerij? Mercedes is al alleenheerser in de Formule 1. Door jouw talent kan je Mercedes nog af en toe een klein beetje lastig maken. En dan wordt Mercedes door de FIA nog erger naar voren geschoven dan het zoontje van Wendy bij SBS6. Ik begin zo langzamerhand een bloedhekel te krijgen aan uw FIA. En aan Bottas. Wat een mama's kindje is dat, zeg. Dat is de enige coureur die onder zijn vuurvaste onderbroek een Cheetah Lady draagt. Die gast die loopt zo te zeiken dat hij de enige is met een waterdichte bordradio. Bottas is nou typisch dat jochie dat vroeger als laatste werd gekozen tijdens de gym. Bottas is de Neymar van de Formule 1. Als je ook maar dichter dan 1,5 meter bij zijn bolide komt, ja, dan zegt hij dat hij een bijna doodservaring heeft gehad wegens roekeloos rijgedrag. Jij, Max, werd wederom driver of the day, omdat je koste wat het kost Hamilton voorbij wilde gaan. Bottas bleef gewoon veilig op zijn 4e plekje rijden, omdat hij wist dat jij toch wel in tijd werd teruggezet. Hamilton heeft het eerlijk gezegd wel goed gedaan. Met jouw Limburgse hete adem in zijn nek wist hij Monaco gewoon te winnen. Maar ik stel het volgende voor, Max. De kans dat jij kampioen wordt is net zo groot dan de kans dat Geert Wilders zich bekeert tot de islam. Maar wat als je niet meer gaat rijden voor de punten, maar voor de strafpunten? Hè, dan wordt het weer leuk. Meteen aankomend weekend in Canada valt er genoeg te verknallen. Daarom 3 tips aan jou om op een hele creatieve manier toch de winst te behalen. 1. In Canada wonen beren. En als we in jouw seizoen tot nu toe alleen nog maar beren op de weg zien, denk ik, maak daar gebruik van. Hè? Met een pot honing en een paar strategisch gekozen plekken is het chaos in de pits. Daar kan jij gebruik van maken. 2. Canadezen zijn super vriendelijk en zeggen nog sorry als ze de deur voor je openhouden. Een toerist kan daarentegen heel ver gaan om echt de heibel te krijgen. Dus Max, stoot die Mercedes er nou echt van de baan, gooi azijn in de tanks van de Ferrari en rij zo roekeloos mogelijk naar de finish. Vergeet op het podium niet even om sorry te zeggen. Dan is alles geoorloofd. En 3. Een veelgeziene gast op het Gilles Villeneuve-circuit is een groundhog. Dit zijn harige knaagdieren die op zo'n beetje alles knagen wat los en vast zit. Ga nu na de trainingen niet meteen naar je hotelkamertje, maar vang een dozijn van die raddraaitjes en laat ze los in de pitboxen van je concurrenten. Sta jij gegarandeerd op het podium. Beste Max, aankomend weekend vieren wij ons dorpsfeest in Albergen tijdens de Volksfeesten Albergen. Pure gezelligheid. Op zondagavond gaan wij met een heel gezellig clubje de race kijken. Onder genot van een akoestische set dialect rockmuziek van Heuken met de Heino's. Die zullen enkele ogenblikken later de feesttent keihard op zijn kop zetten. Wij willen daar graag met een hele grote groep een heel mooi feestje bouwen. Zorg jij voor de grand opening, dan proosten wij erop los. Op naar Canada!